Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 21 december. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb op zich wel oké geslapen, maar een beetje nagedroomd en dat heeft me heel veel stress opgeleverd. Ik moet morgen wat kerstcadeautjes halen en ik moet ook de kerstboodschappen doen. En in mijn droom was ik dus de helft vergeten, ging ik met cadeautjes kopen niet goed. Dus die stress die heb ik een beetje meegenomen en nu zie ik er een beetje tegenop morgen dat ik dingen ga vergeten. Ik heb wel een lijstje gemaakt, maar ja, omdat het in mijn droom dan even stress was, heb ik die stress een beetje meegenomen. Maar het zal vast goed komen. Ik ga vanavond nog eventjes een keer de folders doorspitten online, want ik heb ze wederom niet gehad. En dan kan ik hopelijk het lijstje helemaal compleet maken, maar ik moet gewoon even goed nadenken. Gisteravond heb ik Zeeman Confronteert gekeken. Het was toch een nieuwe. Ik kende deze nog niet. Dus dat was wel fijn. Ik heb nog even Fortnite gespeeld met de groep, zeg maar. Het ging wel eventjes lekker. Tot ze begonnen te slaan met van die hamers. En ik alle kanten opvloog. En we niet meer bezig waren met het spel. Maar hun hadden de grootste lol. Maar ik had geen hamer. Dus ik kon ook niet terugslaan. Ik heb even de top 4000 muziekquiz gekeken. Is wel heel leuk. Dat is dus de hele week op televisie. Dus was wel leuk. Dus vanavond neem ik het eventjes op, want vanavond heb je de finale van Perfecte Plaatje. Ik heb de foto's bewerkt, ging allemaal goed. Ik heb mijn vlog afgekregen, dat is ook fijn gelukt. Dus wat dat betreft was het een prima avond. Toen ben ik eventjes Nieuw Amsterdam gaan kijken, die van gisteravond. Omdat vanavond dus Emily in Paris begint, wilde ik dat gelijk gaan kijken vanavond, omdat ik daar heel veel zin aan heb. Ik hoop wel trouwens dat het hele seizoen er gelijk op staat, maar dat zal vast wel. Omdat dit het laatste seizoen is en er nu wat ontwikkelingen zijn, ik zal niet verklappen wat er gebeurt, want er zijn heel veel mensen die wachten tot dit op Videoland of Netflix komt, vrees ik dat het wel eens een treurig einde kan gaan hebben, maar dat weet ik nog niet. We zijn pas 3 afleveringen onderweg of 4, dus er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Ik weet ook niet hoe lang dit seizoen is, vorig seizoen was minder lang, ook in verband met corona, maar ja, we gaan het wel zien. En daarna had ik Dr. Tinus, dat was ook prima. Ik heb nog 2 kerstkaarten binnengekregen. Deze hele leuke met poesjes erop van Nathalie, Frank en Lente. Heel leuk. Schattig, hè, die poesjes met kerstmuts. Ik vond eigenlijk dat ik dit jaar niet echt hele speciale kerstkaarten had. Want ja, ik had ze gewoon ergens vandaan gehaald. En ik had deze, die was ook wel heel mooi. Die heb ik van mijn vader, zijn vriendin en haar kinderen gehad. Dus die kunnen zo ook mooi even opgehangen worden. Ik ga zo de woonkamer even doen. Ik heb voor jullie nog wat andere dingen gefilmd die ik jullie zal laten zien. En dan gaan we straks nog eventjes kijken of dat... Ik ga straks even dat andere dingetje erop lijmen, zeg maar, op het kerstboompje. En dan kan ik vandaag ook even laten zien hoe dat eruit ziet als die aanstaat, dat boompje. Dat was nagevraagd. Ik moet zo eventjes een kattenbakje schoonmaken, want er zat voer in en er heeft iemand in gespuugd. Dus dat moet er even allemaal uit. Bakje moet even schoon, er moet even vers voer in. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ja, ik ga eventjes een was aanzetten en dan ga ik maar eens eventjes aan de gang. En even een muziekje aan en dan ga ik weer aan de gang.
Nou, hij is dus af en zo ziet hij eruit als hij aan is. Kijk, ik weet niet of hij heel lekker scherp stelt dit. Zo te zien niet. Het ziet er in het echt leuker uit als op de camera. Maar zo ziet hij er dan uit en het is dus aan twee kanten. Want kijk, de achterkant die is dus ook... Oh, die laat mooier zien. Oh, je moet hem denk ik zo neerzetten. En dan... Kijk, deze kant laat je, die moet je niet neerzetten. Dan moet je hem dus zo neerzetten. Wel echt super leuk zo. Heel leuk. Vakje 21 alweer. Nog 3 dagen, dan is het klaar. Vakje 21 zit hier. Laten we even kijken. Oh ja hoor, gaat het weer zo'n vakje zijn wat ik niet open krijg? Ziet het wel naar uit. Ik durf ook niet te hard te drukken, weet je, want... Mijn vinger erop. Kom. Dit is een lip en cheek balm. Die kun je dus zowel op je lippen als op je wangen gebruiken. Superleuk. Leuk kleurtje. Ruikt ook heel lekker. Heel leuk kleurtje eigenlijk ook. Ja, super leuk. Ik hou er wel van, maar ook lippenbalsem ben ik dol op. 268 roos. Nou, dat had ik wel verwacht. Zo, alles is weer lekker schoon hier. Alles is eventjes lekker van onze kant geweest. Ik kon alleen nu de boekenrek niet doen, omdat de kerstboom staat. Dus ik denk, nou, dat komt dan wel weer als de kerstboom voorbij is. Je moet in deze weken vaak een beetje makkelijker denken, maar dat vind ik soms nog wel lastig. Maar dat komt wel, voor de rest is alles weer lekker schoon. Ik heb dus even dat laatste steentje vastgeplakt. Uiteindelijk heb ik er een beetje lijm op gesmeerd en dat ging op zich wel. Toen plakte die wel. Ik vond zelfs nog een paar steentjes gisteren. Die heb ik ook gelijk even terug in het bakje gedaan. Maar even stom dat ik hem er verkeerd omheen had gezet. Maar het is zo wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Het is, ja, ik vind het echt wel een leuk, ja, leuk uitzicht zo. Ik vind het wel jammer dat er wel 3 batterijen in moeten. Ook AA, maar goed, weet je, als de kerst voorbij is, gaat het in de kerstdoos, haal ik de batterijen er uiteraard uit. Maar ik heb gewoon heel veel lege batterijen. Ik zou eigenlijk gewoon zo'n, je schijnt van die batterijmetertjes te hebben, dat je kunt meten of een batterij echt leeg is. Want ik heb nu dus heel veel batterijen liggen, waarvan ik dan twijfel of ze echt leeg zijn. Maar die zijn als het goed is wel te koop. Dus daar kan ik nog eens een keer naar kijken. Ik heb nog eventjes een voorkant getekend voor december. Ging ook wel lekker. Ik was er eigenlijk vorige week al mee begonnen. Toen had ik hem een beetje verpest. Dus die heb ik nu wel even opnieuw gedaan. Dus dat is ook afgekomen. De was die draait nog. Ik had even de kleurenwas erin gedaan. Ik wil eigenlijk vannacht eventjes. Ik heb een matrasbeschermer op mijn bed liggen. Maar daar is dus wat tandpasta in gekomen. Dat is waarschijnlijk doorgedrukt. De tandpasta op mijn hoeslaakje is gekomen, dat is doorgedrukt in het onderlaken. Dus eigenlijk wil ik die gewoon eventjes wassen. Zodat hij er vrijdag weer fris opkwam. Dan wil ik hem even vannacht aanzetten. Want ik vind het niet zo prettig. Morgen ben ik weg om dan een was aan te zetten als ik niet thuis ben. Ik weet niet, dat geeft me nooit zo'n heel veilig gevoel. Weet je, als het nou echt nog een half uurtje is en ik ben gewoon hier in de buurt, vind ik het niet zo heel ramp. Maar nee, dat durf ik niet zo goed. Dus ik denk dat ik die vannacht even aanzet. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond tijd voor goede tijden. Wat ik wel heel jammer vind. Het personage van Daan verdwijnt. Dorian Bindels die verlaat GTSC na 4 jaar. Vind ik wel heel jammer. Want ik vond het personage juist de laatste jaren wel leuker geworden. In het begin vond ik het een beetje een stugge. Maar juist als je hem beter leert kennen. Vond ik het wel een leuk personage worden. Het is wel jammer dat hij weggaat. Ik kijk natuurlijk de finale van het perfecte plaatje. Ik wil nog even een beetje gamen. Ik ga een deel van de top 4000 quiz kijken. Want het perfecte plaatje doet tot 10 geloof ik. Dan ga ik mijn blogpost schrijven, de vlog inplannen, thumbnail maken. Dan ga ik lekker beginnen met Emily in Paris. Heel veel zin in, echt veel zin in het nieuwe seizoen. Ik had wel leuk. Ik kwam er trouwens gisteren, hoorde ik dat zij de dochter is. Die Emily is in het echt de dochter van Phil Collins, nooit geweten. En daarna ga ik Dottie Tienes kijken, dus dat wordt het ook. En lekker mijn boek lezen, dat is ook alweer heel fijn. Goed, ik ga nu lekker relaxen. Ik bij deze zou deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemorgen. Deze donderdag, het is 22 december, ik ben klaargemaakt. Het is 11:50. Mijn coach is er om 12 uur. Het gebeurt niet vaak dat ik de vlog in de ochtend met jullie start. Want ja, dat is normaal gesproken niet echt
Iets voor mij. Ik ben niet echt een ochtendmens. Dat zullen heel veel mensen niet verbazen. Maar de mensen die mij kennen, die weten dat. Nou ja, ik heb gisteravond de finale van het Perfecte Plaatje gekeken. Ja, eigenlijk wist ik al, degene die won, ik wist het eigenlijk al vanaf het begin. Eigenlijk al toen, vanaf de eerste aflevering dacht ik al, zij is wel echt een potentiële kandidaat om te gaan winnen. Dus het was niet een hele grote verrassing op zich. Maar goed, het was op zich wel leuk om naar te kijken. Ik heb nog even de top 4000 quiz gekeken. Was met Richard Groenendijk. Die zat met Elske de Wal in een team. Ja, Richard Groenendijk vind ik heel grappig. De andere twee, die kende ik niet. De ene was Mo. Zij is zangeres. Die andere jongen, ik weet zijn naam niet meer. Want het was een beetje niet een naam die je heel vaak hoort. Ik kende hem ook niet. Maar was wel weer, ja, was ook wel weer grappig en zo. Ik heb een blogpost geschreven, de vlog geüpload. Die staat dus nog niet online op dit moment. Toen ben ik nog even wat foto's van de blogpost voor vrijdag alvast gaan doen. Want die is ook vrij groot, dus daar moet ik ook even flink voor aan de bak. En toen ben ik gaan kijken naar Emily in Paris. Maar ik was even vergeten dat de aflevering niet zo lang duurde. Ik dacht eigenlijk dat het altijd zo'n minuutje of 45 was. Maar het zijn maar 36 minuten. Dat nooit zo heel lang, maar ik zat er wel gelijk weer goed in. Gelukkig hadden we eventjes een terugblik van het vorige seizoen. Dat was wel even heel fijn, want ik wist het niet helemaal meer tot op zekere hoogte. Dus dat was wel weer echt super leuk. Dus daar kon ik lekker de komende dagen van genieten. Ik weet niet hoeveel afleveringen er zijn, maar ik vond het wel heel leuk. En daarna heb ik Dr. Tine gekeken, dus dat was het ook wel. Ik heb nog even gegamed. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. En die heb ik vanavond al uit. Ik ga het even stofzuigen. Dan ga ik nog even wat drinken. En dan is mijn coach er straks. En dan gaan we boodschappen doen. De kerstboodschappen. Ik heb hier ook echt gewoon stress van gehad. Ik heb gisteren gedroomd dat ik de helft vergeten was. En ik moet even wat cadeautjes nog halen. Dus dat droomde ik ook al van dat het helemaal niet goed ging. Dus ik ga straks even naar de Action. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. En dan zie ik jullie gewoon weer als ik weer terug ben van de boodschappen. Dan ga ik nu even stofzuigen en dan wacht ik tot zij er is. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning. Zo jongens, ik ben terug van de boodschappen. Ik heb voor mijn gevoel echt de fortuin uitgegeven, omdat het echt steeds duurder wordt. Maar goed, de kerstboodschappen zijn binnen. Van mijn moeder heb ik een rollade gekregen. Ze zei, als je hem al mee kan nemen, neem hem maar mee. Dus die. Ik heb nog kerstservetjes meegenomen. Vond ik wel leuk om bij het fondue neer te leggen. Zakje patat. Boterhamzakjes. Kipfiletjes. Oké, ik had hier een blikje, want ik had onderweg een beetje dorst. Mini schnitzeltjes. Aardappelschijfjes.
Chocomel, hier ben ik zo onwijs van geschrokken. Vorige week betaalde ik bij de Lidl €2,66 en nu €2,99. Slagroom. Koffiemelkcupjes. Dan heb ik hier een aantal colaflessen. Dus dat. Dan heb ik hier champignons. Slavinken. Die zijn ook een stuk duurder geworden. Ik kom even graag voor de duur, maar... Bonen. Ik wilde heel graag mini speklapjes hebben, maar ze hadden alleen gemarineerd. Dat vind ik niet zo lekker in de fondue, dus ik ga ze nu zelf snijden. Maar die zijn ook best wel aan de prijs. Soepstengels. Ik ga vanavond even een soepje maken. Ik was gisteravond niet zo lekker in mijn buik en zo. Een beetje last van mijn darm. Dus ik had zoiets, nou weet je, ik merkte de laatste tijd sowieso dat ik meer dorst had dan zin in eten. Dus laat ik maar gewoon even makkelijk doen. Dus ik heb soepballetjes meegenomen. 2 blikjes. Bakken en braden weer. Spekreepjes. Nou, nog een dingetje. Volgens mij heb ik zelf nog spullen in mijn tas zitten. Ik zal het even pakken, want daar heb ik ook nog spullen in gedouwd. Ja, zie. Nou, dat komt zo wel dan. Eerst de tassen maar even leeg. Kattenbrokjes. Kerstkransen. Hamburgers voor de fondue ook. Dan heb ik nog een pakje met deze kransjes. Normaal gesproken heb je ook die assortie, maar die hadden ze ook al niet. 2 keer frikandellen als 2,5 prijs. Die ga ik gewoon tegelijk eventjes in een zakjes doen. Zout was bijna op. Nog zo'n dingetje met spekreepjes, want deze waren nu in de aanbieding. Een trommeltje met M&M'tjes. Die vond ik wel heel leuk. Die heb ik mezelf cadeau gedaan. Tijger. Even. Oeh! Je gooit gewoon bijna de camera om. Doe eens even niet. Nou ja, olie voor het fondue natuurlijk. Ga weg. Even daarheen, vriend. Dan hebben we hier nog mini slavinkjes. Nog een fles olie. 2 flessen met 7-Up, want ik ga van het weekend trojka drinken. Daar moet 7-Up in. Nog zo'n doos frikandellen. Dan fles Up dus. Dan heb ik hier nog nootmuskaat. Gezeefde tomaten voor mijn soep. En deze was nog een keer in de aanbieding. Die heb ik ook nog een keertje meegenomen. Dan zal ik even kijken wat er nog in mijn tasje zit. Oh ja. Oh ja, een legging. Een thermomayo moet ik zeggen. Die hadden ze nu eindelijk in een grotere maat. Ik heb nu 40-42 genomen. Voor het weekend. Ik ga ook even langs opa. Dus ik heb een puzzelboekje voor hem meegenomen. Heeft hij ook iets leuks. Voor lente heb ik een Peppa Pig puzzeltje. Gekocht. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer. En dat was het. Ik ga dit even opruimen. Want het is hier nu een hele ontplofte bende. En de rest van de spullen, ik heb nog meer kerstcadeautjes gekocht. Maar dat komt sowieso nog in de shoplog. Dat moet ik alvast eventjes opnemen. En dan de rest, dat zien jullie van het weekend als ik het ga inpakken wat ik voor de rest heb gekocht. Maar eerst even opruimen. Tijd voor vakje 22. We zijn er bijna doorheen. 22 zit hier. Is een beetje langwerpig. Dus laten we gaan drukken. Zo. Scheur ik het gewoon gelijk open. Kijken wat dit is. Oh, het is een maskertje. Het is een aloe vera face mask. Face sheet mask? Ja, sheet mask. Met aloe vera. Superleuk. Ik zat een beetje opgevouwen, dus dan heb ik hem nu gelijk zag. Maar ja, is wel superleuk. Ik vind de verpakking ook wel heel vrolijk. Volgens mij is die goud als ik het zo zie. Je kunt hem dus gewoon opleggen. Dus nou, superleuk. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb alle spullen opgeruimd. Dus dat was wel fijn. Maar wat een drukte, jongens. Ik schrok er gewoon echt van dat het zo druk was. En het begon eigenlijk al gelijk dat ik dacht, oh, help.
Ik raak dan een beetje in de stress, maar ik ben nu wel blij dat ik het allemaal binnen heb. Dus ik hoop dat mijn buik nu ook weer wat rustiger gaat worden, dat het nu een beetje klaar is, zeg maar. Maar nou ja, goed, het is allemaal weer gelukt. Ik heb ook even met mijn coach naar zorgverzekeringen gekeken. Dus ik wil overstappen, dus we zijn een beetje aan het zoeken van, joh, wat is een beetje goed. Maar je moet dan ook weer gaan kijken, joh, bij welke kun je dus ook bij het ziekenhuis terecht waar je dus normaal bent. Hadden we er eentje gevonden, daar kon ik dus niet bij dat ziekenhuis terecht. Ik zeg, oké, die valt hem dus af. Dus volgende week ga ik definitief beslissen, maar we hebben in ieder geval nu wat research gedaan. Dus dat is fijn. Ik ga zondag even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en dus een soepje maken. Ook wel zin, eventjes niet zo uit. Ik heb ook helemaal geen zin om te koken, dus een soepje is dan wel eventjes lekker. Vanavond wil ik eigenlijk nog wel even een spelletje doen, maar je hebt vanavond kerstappels. En dat vind ik wel super leuk, want dat is oogappels, maar dan met kerst. En ik hou van oogappels, dus ik ga dat lekker kijken. Bij goede tijden vind ik het een beetje raar. Die zijn al helemaal kerst aan het vieren. Dus dat snap ik niet helemaal. Terwijl het, ze hebben maandag ook nog. Ze hadden maandag ook gewoon kerst kunnen vieren. Dus nou ja, goed, dat snap ik niet helemaal. Ik ga wel even de top 4000 quiz opnemen. Die wil ik ook nog wel eventjes, eigenlijk wil ik die ook nog wel even kijken. Want dat vond ik wel leuk, want Stefano Keizers doet mee. Die vind ik altijd weer heel grappig. Verder ga ik vanavond weer Emily in Paris kijken en Dr. Tines. En ga ik denk mijn boek uitlezen, dus dat is het ook. Ik heb jullie geprobeerd mee te nemen naar de action. Ik hoop dat het een beetje is gelukt. Maar ik merkte ook wel dat het een beetje moeilijk ging met filmen. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu eventjes mijn haar eventjes opsteken. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 23 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb even de grote lamp aangedaan. Het is erg donker. Misschien moet ik de andere ook even aan. Want het is een regenachtige dag. Wel heel gezellig. Maar ik moest eventjes naar buiten toe. Oh. Ik moest eventjes de vuilniszak weggooien. En ik had ook eventjes een... De zak van het oude papier moest even leeg, dus dat heb ik mooi gedaan. Ik had een flinke vriend hier op mijn gezicht zitten. Ja, het buisje, hij was al rijp toen ik wakker werd, dus ik heb hem wel eventjes vakkundig uitgedrukt. En nu heb ik gewoon een rode plek, maar het wilde ook niet echt verdoezeld worden met make-up. Ik wilde er ook niet te veel op smeren, want ik denk, ja, hij moet een klein beetje kunnen ademen natuurlijk. Nou, gisteravond, ik was heel erg blij dat ik een soepje had gemaakt, omdat ik natuurlijk al een paar dagen niet echt lekker in mijn maag ben. Ik moet zeggen, het gaat voor nu voel ik me het wel oké, maar misschien was het toch gewoon echt de stress van de kerstboodschappen en de cadeautjes die erbij kwamen. En dat kan bij mij wel echt op mijn lichaam gaan slaan. Maar ik was gewoon wel blij dat ik na het douchen lekker mijn soepje kon maken. Dat ik niet echt in de keuken hoefde te gaan staan. Dat ik de spullen die in de soep gingen in de soep kon doen. Het gewoon op het vuur kon zetten en kon laten koken. Dat ik ondertussen even lekker kon zitten. Ik moet heel even mijn batterij verwisselen, dus ik ben zo terug. Nieuwe batterij erin. Maar goed, ik merkte dus gewoon dat dat heel fijn was. Normaal gesproken eet ik soep aan tafel, maar ik heb het nu met een dienblad even op de bank gegeten. Dus dat ging eigenlijk prima en het voelde gewoon goed om dat even te doen. Ik voelde me daarna gewoon altijd een stuk beter als ik me niet helemaal lekker voel. Dus dat was wel heel fijn. Ik had twee broodjes bij de Lidl geschept van die pompoenpitbroodjes. Dus die heb ik, ik had er gistermiddag eentje opgegeten. Dus die andere heb ik net voor mijn soep opgegeten. Dus daarom heb ik de soepstengels niet gebruikt. Maar die kunnen gewoon boven bij de voorraad. Die komen wel weer een andere keer van pas. Nou, ik heb goede tijden gekeken. Daarna heb ik naar kerstappels gekeken. En voor mensen die niet weten wat het was. Dat is eigenlijk een film van oogappels. Maar dan voor de kerst. Het duurde een anderhalf uur. En wat ik zo fijn vind aan deze serie. Is dat alles niet perfect hoeft te zijn. Ik moet wel zeggen, ik moest eventjes een beetje inkomen, want het was natuurlijk het seizoen eindigde na de vakantie, dat ze vakantie hadden en sommigen zouden gaan studeren en dat soort dingen. Dus ik moest wel weer eventjes nadenken, oh ja, we zijn natuurlijk nu een stukje verder. Maar het is gewoon fijn, weet je, waar vaak in kerstfilms moet alles perfect zijn. Want heel veel mensen vinden met kerst moet alles perfect zijn. Je moet gezellig doen, je moet, ja, alles moet gewoon leuk zijn. En wat ik juist zo fijn vind bij de kerstappels ook, dat alles niet perfect is. Er waren ruzies aan de tafel. En wat natuurlijk super jammer is, maar wat wel de realiteit weergeeft, is dat niet alles perfect hoeft te zijn. Er gebeurden ook dingen die niet zo leuk waren. Het was echt met een lach en een traan. Ik heb erom moeten lachen. Ik heb af en toe ook echt wel een traantje weg moeten pinken, omdat ik dacht van, oh, eigenlijk toch wel een beetje zielig.
Maar het was echt een hele mooie film. En nogmaals, ik heb het al eens eerder gezegd. Ik hoop echt dat deze serie nog een keer de Gouden Televisiering mag winnen. Want ik vind het zo'n goede serie. Ik heb daarna even de muziekquiz gekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Want onder andere Stefano Keizers deed mee. Het was niet dat hij supergoed was. Maar ik vind hem gewoon altijd wel heel grappig. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik lekker Emily in Paris gaan kijken en daarna Dr. Tinus. Ik heb mijn boek uitgelezen. Nou, het was wel een beetje de avond van het huilen, want het boek daar heb ik, moest ik ook echt een beetje, ben ik ook een beetje verdrietig van, omdat er iets gebeurde wat gewoon heel zielig was. Maar op zich was het wel een heel mooi boek. Ik had nog een kerstkaart gekregen van mijn coach, die zal ik zo even laten zien, want dan kan ik die gelijk even ophangen en dan ga ik lekker de slaapkamer doen, want het is daar een bende en ik wil lekker opruimen. En ik wil lekker eventjes daar schoonmaken. Dus ik ga jullie meenemen. Maar ik zal even de kerstkaart van mijn coach pakken. Kijk, een heel leuk kerstkaartje gehad. Normaal zeg maar sturen ze kerstkaarten voor de corporatie waarvoor zij werkt. Maar dat hadden ze dus nu niet gedaan. Dus zij had nu gewoon een kerstkaartje persoonlijk gegeven. Het is wel heel leuk. Die ga ik even ophangen. Ga ik even stofzuigen. Ik heb het best wel fris. Ik weet niet hoeveel graden het eigenlijk hier is. Dan ga ik de bak even doen. Dan gaan we lekker de slaapkamer doen. Dus ja, tijd om eventjes echt aan de gang te gaan nu. Voor vakje 23. Nou is het natuurlijk niet zo moeilijk meer, want 23 zit hier. Morgen is het laatste vakje al. Het is best hard gegaan. En wat zit hierin? Oh ja, ik moet even. Oh, gezicht en body glitter gel. Heel leuke witte glitter voor je lichaam en je gezicht. Super leuk. Een beetje moeite om eruit te halen, maar ik vind hem wel heel erg leuk weer. Nou jongens, dit was mijn middagje wel. Ik ben helemaal moe. Ik weet niet waar het door komt. Misschien toch omdat ik niet helemaal topfit ben. Maar ik heb het ook gewoon heel erg warm gekregen. Maar ik ben vooral heel erg moe. Het was echt even bloed, zweet en tranen. En de laatste tijd ging ik juist heel goed met slaapkamer doen. Maar vandaag even niet. Ik heb hier de hele boel met was neergezet. Daar. Die ga ik vanavond tijdens de maskzingen allemaal eventjes netjes opvouwen. En dan gaat het ook de kast in morgen. Want ik ben er helemaal klaar mee met al die was. Echt. Ik word er niet goed van. Dus dat ga ik morgen eens even. Dat ga ik vanavond maar eens eventjes doen. Want dat zijn mooi even klusjes die je bij de tv kan doen. Dus ik heb het daar nu even staan. En dat ga ik dus vanavond eventjes nog wegwerken. Want ik heb nu geen fut meer.
Het is allemaal wel weer lekker schoon. Ik heb een schoon bed. Dus ik kan vanavond wel weer heerlijk slapen. Ik had een beetje ruzie met mijn dekbed overtrek eromheen te krijgen. Mijn moeder die belde nog even. Die vroeg of ik nog baby shampoo wilde. Want daar had ik het met haar over gehad. Want ik was gisteren bij de Action geweest om voor baby shampoo te kijken. Omdat ik merk dat het voor de kwasten toch beter is. En toen zei ze van ja, maar ze hebben bij de supermarkt ook van. Maar hier heb ik het dus nooit bij de supermarkt gezien. Dus ze appte en toen had ik dat niet gehoord. Dus toen belde ze even of ze dat nog mee moest nemen. Dus dat zou ze eventjes doen. Dat is top. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Maar ja, vanavond kijk ik dus de Masked Singer. Dat is ook de kerstuitzending. Dus ook wel leuk. Ik ga eventjes de laatste van de top 4000 quiz kijken. Ik heb hem al opgenomen. Ik heb ook nog een documentaire overgenomen. Dat heet Freddy the Final Act. Volgens mij heb ik die nog niet gezien. Die komt vanavond op tv. Dat wordt dan echt een beetje de laatste periode ook van zijn leven, zeg maar. En ja, waardoor ook een beetje met het aids gebeuren. Dat vind ik wel interessant. En ik denk, ja, aankomende week zul je toch niet zo heel veel op tv hebben. Althans niet wat ik interessant vind. Dus dan kan ik dat mooi even gaan kijken. Ik ga de video in elkaar zetten. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik ga Emily in Paris kijken. En daarna weer tijd voor sleepers. Dus dat is het ook. Maar nu ga ik eerst eventjes nog wat drinken. En dan ga ik lekker even relaxen. Want ik heb het gehad. Mijn rug doet zeer. Dus ik vind het mooi geweest. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 24 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond naar de Masked Singer gekeken. We keken weer een keertje met z'n drieën. We konden dus weer via de app communiceren. Nathalie heeft de afgelopen weken niet meegekeken. En ze was nu helemaal bij met kijken. Dus zij kon ook meeraden. Ik had ze alle vier wel goed die eruit moesten. Dus het was op zich wel weer heel erg leuk. Ik heb even de top 2000 quiz teruggekeken. Dat was ook wel leuk, was de laatste. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en geüpload. Mijn blogpost geschreven. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. En daarna Sleepers, waarvan ik dacht dat ik helemaal erin zat. Bleken de verhoudingen toch heel anders te zitten als ik dacht. En dat wordt niet heel duidelijk. Maar oké, dat zal in de loop van de afleveringen wel weer wat beter uitkomen, denk ik. Ja, vandaag. Ik had gisteravond eventjes een heel vervelend moment. Ik stond op het punt om die was op te vouwen die ik had klaargezet. En ik betrap Tijgertje bovenop die was. En ze heeft daar vrolijk op zitten plassen. Ze baalde echt als een stekker. Op zich is dit gedrag niet nieuw voor mij. Toen ik nog een wasrek in de kamer had, deed ze dit regelmatig. Ging ze bovenop het wasrek zitten en ze plaste het zo onder. Dan had ik al wel een deel gewassen, maar tijdens het opvouwen kwam ik erachter dat sommige dingen dus ook heel erg naar de kattenplas roken. Dus die moet ik soms weer eventjes opnieuw aanzetten. Ik moet cadeautjes inpakken. Ik wil even de kerstmake-up alvast klaarleggen voor morgen, in ieder geval alles klaar ligt. En ik moet foto's maken, want daar kom ik morgen niet aan toe. Dus dat moet ik wel eventjes doen. Dus dat is even de planning. Ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik ga eerst even stofzuigen. En die was aanknallen en dan even ook nog een was in de kast leggen. Dus daar ga ik nu eventjes mee aan beginnen. Dus ja, ik ga jullie meenemen. Nou, ik zal nog even de cadeautjes laten zien. Voor mijn vader heb ik een Axe aftershave met deze Umbro douche gel. Voor Frank heb ik een deodorant. Voor de vriendin van mijn vader heb ik deze douche gel samen met dit geurtje. Nathalie krijgt van deze doekjes om je gezicht mee schoon te maken. Voor de kinderen van de vriendin van mijn vader heb ik een zak spek meegenomen. Voor Lente dus deze Peppa Pig puzzel. Deze serveerplank voor mijn moeder kun je hapjes op doen. En voor opa heb ik dit puzzelboekje. Dus ik ga dit nu eventjes inpakken, want dan is dat ook klaar.
Oké, eventjes de fotospulletjes. Ik heb hier drie nagellakjes van de Essence Shine Last & Go collectie. Dus die. Dan heb ik een witte. En een groene. Ik heb hier een brouwbrushpen van Catrice Long Lasting. En een oogschaduwpalet. En hier komt ook nog een video over online. Dus hier ga ik nu eerst eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, cadeautjes liggen klaar. Die ga ik zo gelijk even in de tas doen. Wil je er ook even een lampje aan doen, want het wordt hier donker. Ik heb een hele vieze bril, want ik heb dus net de rollade opgezet. Ik eet dus vanavond rollade. Kijk. Dus die staat nu lekker op. Dus die ga ik mooi even prutsen. Ik was een beetje aan het opruimen. Tijd voor vakje 24. En die zit hier. Allerlaatste vakje alweer. Snel gegaan zeg. Oh leuk. Hier zit een oogschaduwpaletje in. Kijk. Heel leuk. De 520 Aurora Borealis. Heel leuk. Ja, schattig. Alleen een beetje raar. Er zit geen kwastje bij. Kijk, het zit leeg. Ik weet niet of die erin had moeten zitten, maar het maakt niet zo heel veel uit. Wel heel leuk. Zo, ik heb best wel veel kunnen doen. De was die ligt in de kast. Ik heb alle spullen klaar liggen voor morgen. Ook de make-up ligt klaar. Ik moest tussendoor even het kaartje leeg, want die was een beetje vol geworden. De rollade die staat nu op. Oh, die lamp staat nog aan. Die gaat even uit. Die vind ik vervelend. Dus wat dat betreft ben ik wel lekker bezig geweest. Het leek me leuk om vandaag iets langer door te vloggen. Door nog wat sfeerbeelden voor vanavond erbij in te doen. Dus ik sluit de vlog nog niet af dan. Of sluit de vlog nog niet af. Ik sluit vandaag nog niet af. Het is natuurlijk straks kerstavond. Dus het leek me wel leuk om jullie misschien nog even mee te nemen in een stukje van het eten. Of ja, gewoon even wat sfeerbeelden. Ja, dat. Ik ga zo wel even lekker relaxen en straks dan even lekker douchen. Dan is dat gedaan en dan ben ik klaar voor kerstavond. Ik zat al in mijn kersttrui. Ik dacht, weet je, maakt ook eigenlijk niks uit. Kan wel gewoon. Het is tenslotte bijna kerstavond, dus waarom ook niet? Dus ik zie jullie straks nog even terug, maar ik ga nu eerst eventjes lekker relaxen. Blij dat de cadeautjes ingepakt zijn, dat de foto's gemaakt zijn. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. Dus ik zie jullie straks nog even. Zo, inmiddels alles klaar. Ik heb heerlijk gegeten. De rollade was echt heerlijk. Ik heb lekker alles opgeruimd. Ik zit nu lekker met een kopje koffie en een kerstkrans op de bank. Ik ga de Meilandjes lekker kijken. Ik ga straks nog wel eventjes de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar zetten. Emily in Paris kijken en Sleepers. Ik ga mijn nagels even doen, mijn haar straks indraaien. En dan ga ik niet al te laat slapen, want morgen word ik weer op tijd opgehaald. Maar het was verder wel allemaal wel lekker. Ik heb lekker even gezellig met mijn moeder zitten bellen. Dus nu is het in ieder geval tijd om lekker naar Meilandje te gaan kijken. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemorgen op deze zondag. Het is 25 december. Terwijl eerste kerstdag. Het is nog vroeg. Het is 9 uur.
Ik ga mezelf even klaarmaken, want ik word straks opgehaald door mijn vader en zijn vriendin, want ik vier kerst van dit jaar bij hun. We gaan dan even naar opa toe en daar komen ook Nathalie, Frank en Lent eventjes. Mijn moeder zie ik dit jaar niet met kerst, dat is wel jammer, maar ja, het is wat het is. Ik heb gisteravond gezellig gekeken naar de Meilandjes. Dat was wel heel leuk. Ik vond alleen het einde een beetje abrupt. Was in één keer was het ook klaar. Ze waren cadeautjes doen. In één keer was het ook echt zo. Oké, tot ze wensen iedereen fijne kerst. En nou, oké. Beetje abrupt einde, zeg maar. Maar oké. Maar het was wel weer leuk. Ik heb nog even geprobeerd GTA te doen. Het lukte niet echt. Ik heb mijn nageltjes gedaan. Ze zijn rood met een glittertje. Nou, vond ik wel leuk. En toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Toen ben ik Emily in Paris gaan kijken. En nog even Sleepers. Waarvan ik gisteren eigenlijk zei, oh, ik begin de verhoudingen wel te snappen. Wordt het nu wel weer wat meer onduidelijk. Ik weet niet, iedereen is heel lyrisch over deze serie. Ik vind het absoluut wel een goede serie, maar ik zit er gewoon nog niet zo lekker in voor mijn gevoel. En ja, dat maakt het een beetje lastig. Maar oké, dat zal, misschien komt het nog hoor, ik weet het niet. Nou, mijn boek is bijna uit. Ik was een kerstboek aan het lezen. Dat was wel leuk. Maar het was echt een soort meer een miniboek, want hij had maar 104 bladzijden. Maar dat kwam nu wel mooi uit, want ja... Ik dacht, het is toch bijna kerst, dus dan kan ik hem mooi nog even uitlezen. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Ik ga jullie proberen mee te nemen vandaag. Ik weet niet in hoeverre dat lukt, maar ik ga in ieder geval zeker een poging doen. Dus ja, dat komt wel goed. Dus even verder klaarmaken en dan even de laatste spullen pakken en dan ga ik straks weg. Dus ik zie jullie later. Kan je goed schudden, hè? Zo, ja. Kind helemaal geblind. Spotlights. Ik ben er dus scherp. Oh, even goed kijken naar dat de gezichten dan niet op is. Nee. Hou je maar voor je eigen archief. Ik heb hem hier gewoon zo, haar zonder haar gezicht. Ik film op haar buikje. Ja, nou, die valt niet te missen dan. Ja? Ik ben heel streng erin. Als papa niet met zijn vingers tevoren gaat. Je kan ook met je hoofd ervoor, met je muts. Ja, dag. Zit hij te strak? Ja, ik denk dat je beeld leuker is als je hem filmt, als dat je haar kan uitpakken. Ja, ik zal dat zo wel even doen. Ik zal je er zo op zetten. Al die mysterie daar. Zit hij een beetje strak? Ja. Ze gooide het wel zo naar jou toe, hè? Van jou moet het opruimen. Ja. Papa. Peppa? Peppa? Weer iets van zie Peppa? Je al Peppa? Ja, dat kleur volgens mij. Oh. Kissel. Kissel. Puppy George. Van Peppa en George. Wauw. Dat is mooi. Als je deze stukjes ook gaat puzzelen, dan kan je weer gebruiken. Nee, dat was voor tanden zelf. Dan was weer in elkaar. Staat George er ook op lenzen? Ja. Wauw. En wat zeg je dan? Open. Open? Ja. Kom maar. Moet het open? Ook wel schrik het. Ja. Oh. Zo. Ik zal het openmaken. Maar het is wel nog wel moeilijk hoor. Oh, abonneren op Twitch GamePapa 91. Ik weet niet of ze dat gaan doen als je er zo bij zit. Ik word er wel op. Ik
Nou, Merry Christmas van Frans. Nou, hè? Leuk, hè? Goedkoper, zo meteen mooi weer omhoog. Deze? Nee. Ja. Ja, Peppa. Heel goed. Ja, kom met je wel zitten, nou met dat prijsplafond, toch? En dan kijk, ja, deze, ja, die kan lang hier. Tot hoe lang? Ja, weet ik ook niet tot hoe lang het duurt. Nee, dat gaan we zien, hè? Kijk, dan doen we die nog daar. Wel tijdelijk, sowieso. Ja, maar dat is ook wel een aardig onderbouw. Wat goed van Lente. Deze winter door, denk ik wel helemaal. Die, ja? Waar moet die, denk je? Dat is wel zeker. Die is van Peppa, ja, hè? Het zou wel een half jaar, weet je. Ja, ja. Hier zo. Moet je een beetje draaien? Nee. Draai. Doe maar. Nee. Ja, dan heb je alweer bijna Peppa's mondje. Ja. Nee, ik heb geen idee hoe dat allemaal. Ja, maar dat is niet die die daar moet. Deze kan ook hebben. Kijk zo. Heel goed. Die moet daar. Nee, nu zitten ze weer met vuurwerk. Zo. Ja. Die meegemeente is, die wil het helemaal verbieden. Doe maar. Mm-hmm. Ja, en ik ben er ook, die doet het gedeeltelijk. Ja, dat gaat niet allemaal niet op. Nee, jij bent nee, nog een stuk op de weg. Ze weten niet goed hier. Een aantal gemeentes is voor boven. Zo. Ja, die er maar in. Ja, Apeldoorn mag het niet meer. Nee, dat is weer allemaal. Klaar! Oh jongens, weer thuis. Het is 11:55 nu. Het is lekker laat. Nee, ik was volgens mij rond 11:00 thuis, maar ik ben eerst eventjes... Ze wachten me eventjes binnen. En toen ben ik even onder de douche gesprongen. Toen heb ik de katjes lekker eten gegeven. In ieder geval weer lekker fris. Ja, het was een hele gezellige dag. Toen ik opgehaald ben... toen zijn we naar opa geweest... En Nathalie, Frank en Lente kwamen daar dus ook. En ik ging op een gegeven moment de deur open doen toen hun eraan kwamen. Want ik dacht, ja, opa loopt ook niet zo heel makkelijk meer. Dus ik doe de deur wel eventjes open.
Toen hoorde ik Lent dan zeggen, Tata! Ik was heel, heel blij dat ze me nog herkennen, omdat ik natuurlijk een tijdje niet had gezien. En toen mocht ik helemaal een knuffel geven, dus dat was superleuk. Dus ik had er even lekker van genoten, dat was echt superleuk. En ja, gewoon super cute. Zij hebben een pauze gebleven, was voor opa ook wel leuk, want je ziet normaal ook niet echt veel mensen met kerst. Nou, we hebben dus lekker gegourmet. We hebben nog geshoot. Dat was voor mij zulke jaren geleden dat ik voor het laatst geshoot heb. Nou ja, we deden het altijd bij mijn opa en oma. En aangezien mijn opa al 12 jaar weg is. En nou ja, dit... kan wel 20 jaar geleden zijn dat ik... Nee, ja, misschien heb geshoot voor het laatst. Ik weet het niet eens meer precies. Dat was wel heel leuk. Ik was natuurlijk niet super goed. Ik moest even inkomen. Maar op zich later ging het wel. Dus dat was wel leuk. Ja, gezellig... gewoon koffie gedronken en daar gezeten. Een beetje meebladen met muziek. Maar dat was gewoon wel heel leuk. Maar nu ben ik weer lekker thuis. Eerste kerstdag is weer zijn einde. Ik ga nog even een spelletje doen. Ik ga nog eventjes mijn foto's bewerken. Dan ga ik straks nog wel eventjes Emily in Paris kijken. Hoe mijn haar uitkomen. En nog even Dr. Tinus. En dan mijn boek uitlezen. En straks weer lekker slapen. Dus de kerstdag was geslaagd. Mijn moeder was ook heel blij met de cadeau. De cadeautjes vielen allemaal goed in de smaak. Mijn moeder vond het ook echt super leuk. En gewoon een appje van wat leuk. Ik had voor haar heb ik ook een cadeau gehad. Die ga ik morgen even uitpakken. Zodat ik morgen gewoon even lekker hier thuis. Dus ja, ik ga nu even mijn dingetjes doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga om te vloggen verder niks meer doen. Maar goed, dan zijn jullie even op de hoogte. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 26 december, oftewel tweede kerstdag. Ik ben klaargemaakt. Ik ben dus in takkie-stijl vandaag. Ik ga het even laten zien. Ik heb mijn outfit gisteren niet meer laten zien, want ik ben vergeten. Takkie-trui is aan, zoals je kan zien. Heel leuk. Takkie-sokken erbij ook. Dus ik ben heel in takkie. Hij valt wel een beetje oversized. Dus op zich niet heel erg, maar het is een vrij grote trui. Maar prima. Kerstoorbellen in. Die had ik gisteren ook al in, maar die viel ik niet zo erg op, denk ik, door mijn haar. Kijk, deze zijn in. Dus helemaal kerstig. Maar ik ben een beetje in de war. Ik heb heel erg het gevoel alsof het zondag is in plaats van maandag. Gisteren had ik zo'n zaterdag gevoel en nu dus weer meer zo'n zondag gevoel. Ja, het is gewoon echt al maandag. Nou ja, gisteravond toen ik thuis kwam heb ik natuurlijk niet zo heel veel meer gedaan. Ik heb nog een paar foto's bewerkt, maar dat ging ook niet heel erg van de leien dakje. Want ik merkte dat de katten heel erg wilden knuffelen. En dat snap ik, want ik ben een lange dag weg geweest. Dat zijn ze normaal niet gewend. Dus het is prima om dan eventjes lekker met elkaar te knuffelen. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb nog wel eventjes Emily in Paris gekeken en Dr. Tinus. En toen heb ik mijn boek uitgelezen. Toen ben ik ook lekker gaan slapen, want ik was ook best wel moe. Ik zal zo nog even de kerstcadeautjes laten zien die ik heb gekregen. Ik heb ook nog een cadeau van mijn moeder gehad. Maar die ga ik vanavond even uitpakken. En ik heb voor mezelf nog twee kerstcadeautjes. Maar die zijn niet ingepakt. Die zitten gewoon in dozen. Dat ga ik ook nog eventjes doen. Het is vandaag gewoon maandag. Dus ik ga gewoon de boel doen. De kattenbakken moeten gedaan worden. De douche en de gang. Dus dat ga ik gewoon even doen. En dan kan straks alvast de spullen voor de fondue naar beneden. Want ik ga vandaag dus nog fonduen. Dus dat wil ik ook nog even doen. Ik ga het aan de lage tafel doen. En ik weet dat ik dat de vorige keer heb laten zien. Toen zeiden dat mensen van, oh, is dat niet gevaarlijk met de katten? Nee, de katten die blijven er echt bij weg. Ik zorg er echt heel goed voor dat ze er ook niet bij kunnen of niet bij komen. Maar aan de grote tafel hou ik het niet heel erg lang vol met mijn rug om dan heel lang aan de stoelen te zitten. Dus ik ga het gewoon op de hier gewoon doen. Vind ik ook wel gezellig. Maar met de katten komt dat echt goed. Ze krijgen echt geen hete olie of zo over zich heen. Dat zorg ik echt heel goed voor. Dus mocht je daar twijfels over hebben of bang voor zijn dat het heel gevaarlijk is, dat is het echt niet. Want ik weet echt wat ik doe. Nou ja, ik ga jullie vandaag gewoon weer meenemen. Maar ik zal eerst eventjes de cadeautjes pakken die ik heb gekregen. Ik heb allereerst nog een hele mooie kerstkaart gekregen van opa. Dus die gaat nog eventjes mooi opgehangen worden. Super leuk. Opa had ze niet naar Nathalie en mij opgestuurd. Want ik denk dat hij de adressen eventjes kwijt was. Dus die had hij gewoon geschreven. Dus echt heel erg leuk. En opa die heeft nog zo'n heel lief handschrift. Kijk, zo heel zo mooi. Ik weet niet, die heeft zo'n heel mooi handschrift. Ja, ik weet niet. Ik kan het nooit. Je kan het ook op de envelop zien hoe hij mijn naam schrijft. Gewoon, ik weet niet. Zo'n, ja, ik vind dat het gewoon zo'n heel mooi handschrift. Ik kan niet zo goed uitleggen. Ik heb hier vooral heel veel papier nog in zitten. Want Frank, die gooit natuurlijk veel papier bij mij in. Opa zei er gewoon, moet je dat papier kwijt? Ik dacht, nou joh, ik gooi het thuis wel weg. Maakt niks uit.
Ik zit hier man ook weer met het papier, weet je wel. Daarnaast liep Rank en Lent een hele leuke mok. Altijd leuk, lekker voor de koffie of voor de chocomel of zo. Met lekkere sokken erin, dus echt super leuk. Roze sokken past natuurlijk goed voor mij met een leuke witte mok. Dat was hartstikke leuk. Gewoon een hartstikke leuk cadeautje. We hadden ook gezegd, we doen kleinigheidjes voor elkaar. Mijn vader heb ik een standaard gehad voor mijn Switch. Die had ik gevraagd. Dit is een standaard en daar kan ik de Switch op zetten. Ik speel veel handheld. En dan kan die dan gewoon lekker opstaan als je dan gewoon aan het gamen bent. Ik game ook best wel vaak tijdens de televisie. Ik wil wel meer op de televisie gaan gamen. Maar dat doe ik meestal als er gewoon niks op tv is. Dus ik heb deze standaard gehad en daar ben ik heel blij mee. En wat ik ook had gevraagd, die heb ik ook gekregen, dat is deze krulset. Ik laat hem er even in zitten, want ik heb hem er gisteren uitgehaald. Want het was een beetje een drama om erin te zetten. Ik kan misschien nog wel even een plaatje in beeld zetten. Het is op dit moment een hele grote TikTok-hack. Schijnbaar, want ik weet het niet. Zo, even tijgertje in beeld. Ik kijk geen TikTok, maar hier kun je dus je haar mee krullen. Dit is gewoon echt zo'n tool. Het is dus eigenlijk, het is een soort satijn, zeg maar. Ja, misschien kan ik hem eventjes iets naar uithalen. Het is wel makkelijk eigenlijk, maar ga ik hem er niet helemaal. Wacht eventjes. Kijk. Het is een rol. Die kun je dus je haar mee krullen. Wat ik dus nu eigenlijk doe met de lint van mijn badjas. Maar dat gaat niet zo goed meer, want mijn haren willen niet meer zo krullen. Dus ik krijg er twee stieken bij. Een clip en dan kun je dus je haar zo krullen. Die had ik gevraagd, die heb ik gekregen. Nu ga ik hem eventjes weer heel netjes proberen in het zakje te doen. Want het legt ook makkelijk weg. Dus ja, super leuk. Het was trouwens nog wel een gedoe geweest, want ze waren overal uitverkocht geweest. Maar goed, ik had geluk, ze hadden nog eentje gevonden. Dus super leuk, super goed verwend. Vanavond is nog een cadeautje voor mijn moeder uitpakken. En ik heb dus nog voor mezelf wat cadeautjes. Ik ga het nu eerst eventjes de bakken lekker doen. En eventjes de gang in de douche. Huh? Ja, ben je blij dat ik er weer ben? Nou, zo oogt het wel. Ik ga even het kerstkaartje ophangen en dan ga ik eventjes aan de gang. En ik neem hier sowieso wel mee vandaag, maar niet zo met de standaard dingetjes. Gewoon een beetje probeer ik met wat leukere dingetjes. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Nu de schoonmaak klaar is, heb ik een white chocolate mocha verdiend. De Christmas editie van mezelf. Daar ga ik eventjes lekker van genieten. Ga ik zo nog even wat kleine dingen doen. De schoonmaakspullen zijn klaar. De douche is schoon, kattenbakken en dat soort dingen. Ik zal meteen alvast even alles water maken. Dan moet ik nog even de speklappen snijden voor de fondue straks. Ik heb alles al wel naar beneden. God, het is moeilijk een rietje openmaken. Ik haat die rietjes, jongens. Waarom doen ze dit? Maar ja. Delicious. Heerlijk. Dus nu nog even dingetjes doen. Maar in ieder geval de schoonmaakdingen zijn al klaar. Dat is wel lekker. Zo, de katjes zijn eventjes lekker aan het eten. Dus ik dacht, wij kunnen alvast wel een van mijn zelf gekochte cadeautjes openmaken. Ik heb twee cadeautjes gekocht bij bol.com voor mezelf. Misschien denk je, ja, best wel gek, weet je. Je koopt voor jezelf een cadeautje. Maar goed, als je bijvoorbeeld met iemand bent of je doet het met familie, dan is het ook prima. Ik heb het natuurlijk ook met familie gedaan. Maar ik vind het ook leuk om mezelf een cadeautje cadeau te doen. Dus ik heb hier allereerst het eerste pakje. De andere doen we vanavond eventjes, ook samen met het cadeautje van mijn moeder nog. Nee, Mickey. Ik moet heel even ingrijpen, want Mickey gaat met muis mee eten. Niet doen. Hier, eigen bak. Maar wat had ik voor mezelf dus gekocht? Een setje met kwasten weer van Real Techniques. Maar deze zijn dus echt ook voor het blenden van gekleurde
kleuren. Dus het is echt een color correcting set. Dus je kunt hier bijvoorbeeld concealers die een kleur hebben mee aanbrengen. Je hebt concealers ook met andere ondertonen. Maar ook bijvoorbeeld heel makkelijk waarom kom ik nou eventjes niet op? Primers. Dus dat vond ik wel een leuke set. En ja, het zijn gewoon deze kleuren. Oranje is voor donkere kleuren. De roze is voor dullness correcting. De paars is voor saloness correcting. En de groene is voor rode vlekken. Dus daar ben ik blij mee. Dus dat is allereerst mijn eerste cadeautje. Dus ja, die heb ik voor mezelf gekocht. Zo, eventjes de laatste dingetjes uit de vriezer gehad. Die moeten eventjes ontdooien, want anders dan kan ik ze niet snijden. Dat zijn frikandellen en hamburgertjes. Ik heb hier alles al staan. Kijk, de fonduepan, twee flessen olie, een fles cola en een tafelkleed. Dus dat is mooi klaar. Katjes zijn ook bijna klaar met eten. Dan ga ik nog heel even lekker relaxen en dan sluit ik nog niet af, want ik neem jullie natuurlijk nog even mee met het eten straks. Maar goed, ik heb wel even lekker wat dingen kunnen doen, dus dat is fijn. Ik ben wel blij dat ik het alweer klaar heb, het schoonmaken. Dus dat is toch wel heel lekker. Dus ja, eventjes wat dingetjes doen, eventjes nog een paar laatste lampjes aan doen, want ik zie dat nog niet alles brandt. En dan zie ik jullie straks. Zo, de tafel is gedekt. Nog even een glaasje drinken erbij en dan kan ik straks lekker aan de gang. We hebben de kleed er nu overheen gelaten, zodat de geur niet helemaal in de bankhoes trekt. Maar het staat allemaal in ieder geval klaar, dus ik kan straks lekker gaan eten. Dus daar heb ik wel zin in. Tweede pakket open te maken wat ik voor mezelf heb gekocht. Even kijken waar de opening zit hier. Lamp voor diamond painting met een loop. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Even kijken of ik hem al zo open krijg. Hij ziet er zo uit. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Ik ga nu even goede tijden kijken en dan straks ga ik nog eventjes het cadeautje van mijn moeder openmaken. Tijd om het cadeautje van mijn moeder open te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo hard nodig deze. Mijn sloffen die zijn kapot. Dus ik had zo hard nieuwe sloffen nodig. Ik wist niet waar ik ze vandaan moest halen. Dus ik heb hele mooie nieuwe roze sloffen. Super blij mee. Ik ga mijn moeder zo even een appje sturen. Ik zit nu al wat een kerst te kijken. Ik heb lekker het eten dingen opgeruimd. En nu ga ik eventjes lekker televisie kijken. Ik moest aan de gang voor mijn blogpost. En voor een extra YouTube video. Maar de oplader van mijn MacBook doet niks meer. Ik weet momenteel niet waar het aan ligt, dus dit overschaduwt een beetje. Ik baal hier gewoon heel erg van.
De oplader die laadt niet meer op. Ik weet niet wat het is. Of het de oplader dus is of de laptop. Dat is nu eventjes de vraag. Dus ik ga er nog wel even mee clearen. Dus ik moet even kijken wat ik anders ga doen. Ik ga straks sowieso wel even gamen. Ik moet mijn nagels nog eventjes doen. Ik ga sowieso Emily in Paris kijken en Dr. Tinus. En dan is kerst 2022 weer voorbij. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja. Gewoon eventjes nog even hopen dat de lader het nog eventjes gaat doen. Dat ik in ieder geval nog eventjes wat kan doen. En dan eventjes verder relax. Dus ik ga bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 27 december. Of heel veel mensen noemen dit ook wel derde kerstdag. Ik ben klaargemaakt. Muis is er ook, hè? Nou, ik sloot gisteravond de vlog af. En ik voelde me niet zo heel erg fijn. Omdat ik dus problemen had met de laptop. Ik wist dus niet waar het aan lag. Nou, wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik heb een nieuwe oplader besteld om te kunnen uitsluiten wat het nou was. Die is binnengekomen en het bleek dus echt de oplader te zijn. Want deze laat dus nu gewoon weer op. Dus mijn laptop ligt inmiddels aan het stroom. Ik heb contact gehad over de kapotte oplader. Daar moest ik even een foto van sturen van de buitenkant. Ook al konden ze daar niks aan zien. Ik denk dat ze gewoon wilden kijken hoe die er verder bij lag. Nou, die was verder natuurlijk nog gewoon hartstikke netjes. Want ja... Ik heb hem net 6 weken en die mag ik nu dus terugsturen en daar krijg ik mijn geld van terug. Dus gelukkig doet de laptop het weer. Het is echt weer een soort van stress die van me afvalt. Want ja, ik kan gewoon niet buiten mijn laptop. Ik wilde gisteren een extra video voor jullie nog in elkaar zetten. Ik moest mijn blogpost nog schrijven en het kon allemaal niet. Ik heb me ook gewoon letterlijk even verveeld zonder laptop. En ik ben ook weer van alles gaan googelen van hoe kan ik hem aan de praat krijgen. Ja, ging hem allemaal niet worden. Dus inderdaad kan ik hem weer fijn gebruiken. Ik heb nog eventjes een stukje van de Alles Kunnen Vips gekeken. Maar dan ga ik vanavond weer even afkijken. Dat was zondagavond op tv. Dat had ik opgenomen. Want dat vond ik wel leuk. Dat was dan een kerstuitzending. En toen heb ik gewoon Emily in Paris gekeken. En Dr. Tinus. Ben ik in een nieuw boek gestart. Maar ik merkte dat ik nog steeds best wel moe was, zeg maar. Ik heb wel alles afgewassen. Ook gewoon de fonduepan die staat alweer schoon. Dus die kan gewoon weer naar boven. Dus dat was wel heel fijn. Dus ja, dat is allemaal weer geregeld. Ik ga nu even wachten, ook totdat bol.com aangeeft dat ik hem als retour kan terugsturen. En dan is dat klaar. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik de laatste video van het jaar opnemen voor zaterdag. Ik heb trouwens mijn nagels nog gedaan. Ik zal even de lakjes pakken. Oh, ik krijg een nu melding binnen. Even kijken wat dat is. Ik hoorde gisteren dat John Leddy overleden was, de acteur. Die heb ik nog wel eens in Baantje gezien. Maar verder, hij schijnt van Zeg eens A te zijn. Maar dat ken ik niet zo goed. En ik ga straks lekker mijn sloffen aan doen. Daar ben ik zo blij mee. Want ik zat zo te zeiken. Mijn sloffen zijn kapot. En mijn moeder heeft nog wel sloffen gevonden. Dat was heel fijn. Ik heb dus deze als basiskleur. Dat is die Catrice Sparkle of Joy. En daar heb ik dus overheen deze gedaan. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Ja. Ondanks dat de kerst wel voorbij is, het is eigenlijk nog een beetje zo'n feestweek, hè. Ik bedoel, oud en nieuw komt eraan en dan ja, is het ook allemaal wel weer een beetje klaar. Oh ja, ik wilde even kijken wat nu te melden had. Dat wou ik even zien. Oh! Blind gaat bij Ajax weg. Na 333 duels gaat hij transfervrij weg. Was al een beetje gezegd, want die speelde al niet zoveel meer. Nou, ik hoop dat ze nog even een paar goede aankopen. Goed. Ik ga stofzuigen, dan ga ik eventjes ook de bakken gelijk weer even uitscheppen. En dan ga ik de video opnemen. Dan denk ik dat ik nog even verder ga met de diamond painting. En ik kan dan gelijk even die nieuwe lamp uitproberen die ik natuurlijk heb gekocht voor mezelf. Dus dat is eventjes de planning, dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Zo, de video die staat erop.
Ik heb even diamond painting gedaan. Toen heb ik nog even alvast een beetje gewerkt aan die boekenvideo. Want die had ik dus vandaag online willen krijgen. Dus daar ga ik vanavond even mee verder. Maar heerlijk om weer even achter de laptop te kunnen werken. Dat was wel heel fijn. Ik had even warm even wat aangedaan. Het was maar 15,5 graden hier binnen. Dus het was best wel fris. Het wordt wat behagelijker nu. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer goede tijden. En daarna ga ik Zeeman Confronteert kijken. Zag ik dat kwam. Ik weet niet of het een herhaling is of niet. Maar dat moet ik maar even zien. En dan ga ik even een stukje van de Alles Kunnen Vips terugkijken. Ik wil eigenlijk nog eventjes verder met Fortnite. Even kijken of dat lukt. Dan ga ik de vlog afmaken. Ik moet die video dus nog even afmaken ook. Ik moet eigenlijk ook nog een blogpost schrijven. Er moeten nog foto's bewerkt worden. Dus ik moet maar even kijken hoe ver het allemaal gaat lukken. Ga ik Emily en Paris kijken en daarna weer Dr. Tinus. Dus dat is het ook wel weer. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Want ik heb het idee dat die alweer heel erg lang aan het duren is. Maar ja, dat kwam natuurlijk met de kerstdagen er tussendoor. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn kanaal, met mijn gezicht te drukken. Mijn kanaal zelf staat een rode button, daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je die melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!